In deze video ga ik mijn beste schot ooit proberen te maken. Ik heb ook even een net meegenomen, snap je? Dus als ik dan in de kruising schiet, dan zie je het gelijk, want anders komt het tegen het net aan. Dus laten we gewoon gelijk beginnen met de eerste schot. Kijken wat het gaat worden. Wie wordt de eerste schot van de dag? We gaan het zien. Wordt een banger. In de comments heb ik wel eens gezien, je schiet alleen maar in dezelfde hoek. En dat klopt ook, dus we gaan even testen hoe het is om in een andere hoek te schieten. Zoals je zag, was dat de eerste keer niet helemaal goed, maar nu komen er een paar schoten achter elkaar aan. Kijk maar. Was prima. Keeper had misschien wel moeite gehad met dat. Denk je niet? Ja, op zich wel denk ik. Was het natuurlijk niet mijn beste schot ooit, maar was wel een goede warm-up zeg maar. Ja, zeker. Nu ga ik het serieus nemen. Oké. Waarom gaat hij er niet? Oh, ik schoot hem. Ik dacht, ik ben gelijk klaar. Ik ga gelijk naar huis. Video aflopen, maar ging net eroverheen. Oké, zoals je hebt kunnen zien, de laatste paar gaan niet goed. Dus ik ga denk maar even gewoon, omdat het zo slecht gaat, ga ik maar even testen. Of ik überhaupt nog aan de kruising kan schieten van de penalty stip. Oké, ik heb drie kansen. Als ik hem niet in de kruising raak, moet ik stoppen met de hele video. Oké, eerste keer. Kijk, die was strak aan de kruising. Waarom kan het wel vanaf hier, maar niet vanaf daar? Deze had 100% raak. Kijk maar. Die was voor mij echt perfect kruising gewoon. Die was echt netjes, hè? En ik called het. Je hoorde me het zeggen. Ja. Deze moeten we even terugkijken. Sorry, deze moeten we even terugkijken. Dit was wel oprecht een van de beste curves die ik ooit geschoten heb. En het feit dat ik het nog van tevoren zei, maakt het nog zieker. Dus daar kunnen we eigenlijk een vinkje achter zetten. En nu wil ik nog wel proberen om een andere techniek goed te raken. Gewoon mooi, mooi in het goal. Dus we gaan nog even verder kijken of dat nog lukt. Maar dit was wel echt al een hele goeie. Na zo'n goal, weet je, zo'n mooie goal, moet je soms eventjes wat leuker maken. Dus we gaan even een challenge doen. Ga ik hem even uitleggen. De challenge is als volgt. Ik moet in 1 minuut tijd alle 4 de hoeken raken. Ik denk misschien 1 minuut is best wel lang. Alleen ik heb maar 1 bal. Dus ik moet als ik hem raak ook elke keer de bal heen en weer rennen, halen. Dus dat is heel zwaar. Dus ik zou zeggen, geniet er maar van. Als ik deze challenge in 1 keer haal, dus in 1 minuut, 750 likes. 750, kom op, moet lukken. We zitten op 1 minuut. Ben je klaar voor, jongen? Ik ben ready. 3, 2, 1, go. Oh mijn god, ik mis hem. Oh, de eerste al. Ik heb hem 1 minuut. Dit is zwaar, jongen. Oh, de bovenhoek nog. Oh. Oeh, nice. Haalbaar. Nice. Goed. Hoe lang heb ik nog? Stel scherp. Oh, hij is klaar. Ik denk dat ik nog 5 seconden had zo, denk ik. Ja, dat is goed, ja. Oh man. Oké, zoals je kan horen en zien, ik ben kapot. Ik heb 2 keer gemist. Zelfs de eerste. Maar nog steeds gehaald, dus. Oh, ik dacht, nee joh, maar ging je wel in? Ja, dat was wel netjes. Dat was netjes. De schoten worden echt een stuk beter. Ik begin er echt weer in te komen. Wel weer een pintje. Wel een goeie, was wel nice. Maar net niet hoog genoeg. Ah, weer net niet, maar ze beginnen wel wakker te worden. Oh ja. Dit is te veel toch? Ja.
doe ik even oprecht voor mezelf terugkijken. Iets hoger. Ik ga even wat anders proberen. Ik ga mezelf diep sturen, alsof ik in de wedstrijd zit. Neem ik aan en dan schiet ik hem in één keer uit de loop. Kijk of dat, hoe dat gaat. Kijk, die had sowieso de wedstrijd. Had ik nu ergens een celebration gedaan, uit mijn dak gegaan. Hij had sowieso gezeten, maar hij is niet clean genoeg voor YouTube. Daar ga ik. Oh, ga naar binnen toe. Ze zijn wel nice, maar niet goed genoeg. Wat? Wat? Ik weet nog niet of hij zeg maar paal in ging of hij ging naar mijn paal. En dan rechts onder weer uit. Ja, echt kaarsrecht eruit, ja, ik zag het. Huh? Die glisten ongeveer. Die was heel raar, ja. Dit was mijn laatste shot. En ik eindig altijd goed. We gaan het zien. Balen. Het doel van deze video was één van mijn mooiste goals ooit te maken. En het is gelukt met die curvebal. Want hij was gewoon perfect in de kruising. Beter kon niet. En ik called het. Dat maakt het nog mooier. Met de andere technieken ging het ook wel goed. Maar net niet goed genoeg. Maar dat maakt niet uit. Dus dit was de video. Vond je hem leuk? Blauw duimpje omhoog. Abonneer als je meer wilt zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.